namelijk een wedstrijdje spelen. En tussen Niels en Martijn en Esco en Joost. Jullie zijn dus een team. Teams, oké. Okay. Nou, dit is vals spelen. En we gaan jullie wissen maar vast. Wat, wie ben ik? Jij bent met Esco dan. Oh, gezellig. Ja. Nee. Ja, kan ook. Ja, we gaan gewoon zo. Anders moet je er gaan schuiven. Ja. Niet zoveel als jij. Gewoon de helft. Esco is de handicap, maar Martijn. Yes. Dit is wel een challenge, boys. Dus jullie moeten wel even goed opletten. Want ja, dat is pittig. In de challenge hoor je namelijk een aantal lyrics, die lezen wij op. En dan is het de bedoeling dat jullie dan ook de tracks raden, zo snel mogelijk. Dus als je dan de track herkent, roep dan even, schreeuw het even. Ik luister niet veel naar andere rappers. Nee, daarom moet jij ook meedoen. Daarom moet jij ook meedoen. Het heeft ons nummer niet eens gehoord. Het zal echt zin zijn als jij steken laat. Oké, zijn jullie klaar, ja? You ready, guys? Ja. Oké, dan ga ik beginnen met de eerste. Je ziet hem ook op het scherm zo staan. Uitstraling van je hebt geen man nodig. Als je langsloopt is er wanhoop bij Mandem. Als je uitgaat trek je vaak aan die handrem. Alias. Toch? Zeker niet. Jullie hebben nog een kans. Dat denk ik niet. Mandem, toch? Mandem. Maar uitstraling. Ja. SBMG. Oh nee, oké. Je kunt het allebei fout. Met de flow. Vertel even met de flow van het nummer. Uitstraling van je hebt geen man nodig. Als jij langsloopt is er een wanhoop bij Mandem. Als je uitgaat trek je vaak aan die handrem. Dit is fout. Het antwoord is John Fraser, Broederliefde, Do or Die. Do or Die. Oh. Ja, ik ken het nummer wel. Ja, toch? Nu weet je het. Van je geen man nodig. Ik ken dit gewoon. Oké, jullie krijgen nog een kans. Nog een kans. Wow, dit is erg. Ja. Standaard in de club. Nee, maar dit is gewoon zeg maar ook een van mijn beste matten. Ik had ook al gedacht dat je die was. Nu niet meer. Maar goed, we gaan naar de volgende. Je kan het nog goed maken. Ja. Volgende lijn. Waar is mama? Waar is papa? Waarom ben ik in mijn eentje? Waarom is hij rijk en waarom heb ik niks te eten? Hij was hier eerder. Ja. Yes. Boom. Eén punt voor jullie. Waar is mama? Waar is papa? Ik ben fan, man. Oh, jullie krijgen natuurlijk ook bars. Ja. Elke lijn die je goed hebt, krijg je bars. Niels, doe dat nou niet. Lekker, hè? En een gezonde bar. Dan gaan we door naar de volgende, guys. De volgende. Deze is Engelstalig. Are you ready, guys? Oh, shit. Oké, dan. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging this, pictures Biggie, on my wall. Biggie. Wow. Dit had ik niet weten. Kijk het daar zo. Dit had ik moeten weten. Dat was niet van me geweest. Ja, nog een bar. Ja, ik heb vooral met hem omwezen. Gaan we door naar de volgende. Volgende. Hé, hey, fok mijn verleden, ik fok er niet mee. Hoe lang geleden? Van Remke, ik denk. Wie was eerder? Ik ben niet slecht. Maar ik zei, jullie hebben al zo. Ja, hij heeft het verkeerd uitgesproken. Jij zei Femke. Ja, het Femke. Ik snap niet waarom. Nee, het is Femke, man. Je schrijft eentje voor Esco. Team Esco. Oké, Bart. Gaan we door naar de volgende. Guys, ready? Ik voel de vibe, ik voel die bas bij jou. Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou. Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben fout. Ja, nee, meisje. Ja, maar dat is echt oneerlijk, man. Ja, dat is met die trek die Oké, nog een bar naar richting Tito. Zo, bars. Het was heel lekker geweest als wij deze van eerder. Maar we hebben een gelijk spel. Het is 2-2, guys. Nee, maar ik vind het eng, man. Want ik zit zelfs te twijfelen over dit, hè. Oh, je zag je nadenken. Is dom, zeg. Ja. Wow. Nee, is mijn eigen trek. Ja, man. Yes. Nee, maar gierige gasten. Ik ben serieus onder de indruk van jullie kennis. Zeker. Ik heb er nog geen één goed, maar dankjewel.